Dat ook weer vastgemaakt van Darwin, dus die heb ik eerst losgepeuterd en dan ben ik al die lampjes aan het lospeuteren. Vrienden, ja, jullie zien het, ik ben al een douche geweest. Maar ik niet alleen. Hier zit nog een kleine druif te trillen, helemaal te trillen en te rillen. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer vrijdag. Ja, en hoeveel, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Ik moet op mijn horloge kijken. Het is, jeetje, de 13e alweer. En we leven al heel erg laat. Het is 15:35. Rijka die gaat straks voor de tweede keer weer in de uppie wezen. Want ik moet boodschappen doen en dan mag ze weer niet mee. Nee, niet in die winkel. Nee. Dat mag allemaal nog niet, nee. Maar ze moet ook leren om alleen nog te zijn. Eeuwen die gaat dan aan de andere kant van de deur. Want stel je voor dat Rijke met haar wil gaan spelen, zij wil dat niet. Daar is het te oud voor. En ja, dan legt ze straks mijn boom in duigen, ondanks dat hij vastlegt. Dat wil ik ook niet hebben. Dus ze blijft lekker alleen nog in de kamer. Eeuwen gaat aan de andere kant van de deur naar Kandalf toe. Die is ook niet naar buiten. Nee, helemaal goed. Gisteren was hij ook al niet buiten. Nee, gisteren was hij wel buiten. Toen was hij 's morgens vroeg tussen Rebecca's benen naar buiten toe geglipt. En dan kwam hij 's avonds tegen de nacht pas weer thuis. Ja, rond 12:30 kwam hij pas thuis. Dus ja, en nou is hij gisteren zelf binnengebleven. Hij is vandaag tot nu toe zelf binnengebleven. Dus ja, dan taalt hij er ook niet naar om eruit te gaan. En het is nou mooi droog. Ik drink mijn koffie op en dan ga ik lekker even boodschapjes doen. Ik heb trouwens daarnet iets leuks gehad. Ik heb 2 kerstkaarten weer binnen erbij. Eentje van een surrogaatdochter, die roze. Die kaart met het hondje erop. Met veel geluk met je nieuwe hondje. En nog een kerstkaart. Maar die kerstkaart was ingepakt. In een bubbeltjes envelop. Een belletjes envelop. Dat zat een cadeautje in met deze sokken. En op het cadeautje zat deze vastgeplakt met plakband. Maar dat zijn oorknopjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ik zal dat even anders doen. Zo. Zo zie je die stekertjes. Nou, hartstikke leuk toch? Ja, dat vind ik leuk. Echt. Ja, en die man, die kan ik niet eens. Ja, ik kan hem eigenlijk al jaren. Het is een collega van Jan van Dam. Hij woont op Urk. Hij kwam ooit ook in Second Life, waar mijn man en ik in speelden. En ja, nou dit. Ik vind het leuk, ik vind het lief. Ja, waarom niet? En dan heb ik weer een paar bedsokken erbij, want hier zie je mij niet in lopen. Nee, ik heb of zwarte sokken of witte sokken aan als ik dat nodig heb. En niet van die bonte, maar wel lekker voor in bed. Ja. Dat, want ik heb altijd hele koude voeten. Ja, en het komt niet door mijn bloedomloop, want dat schijnt goed te zijn. Maar ik heb het altijd al gehad, hele koude voeten. En vroeger met mijn man mocht ik ze tegen mijn man aanleggen. Maar ja, die is er helaas niet meer. En die werd er ook niet wakker van, hè? Als ik later naar bed toe ging dan mijn man. Ik lag zo mijn koude voeten tegen hem aan, hij werd er niet wakker van. Nee, gelukkig maar. En ja. Nou heb ik dat niet. Ja, ik heb een kruikje, een kinderkruikje. Dat is nog van de kinderwagen, zo'n kleintje, weet je wel. Dat heb ik in een oude sok. Maar die is zo klein. Ja, die lag dan altijd in de kinderwagen. Die gebruik ik wel eens als heel erg hard nodig is voor mij. Maar ik heb nou ook Rijka erbij. Die legt lekker tegen me aan. En die kruipt ook onder de dekens het beestje. Ook om de eigen warmte te behouden voor zelf. Maar ja. En het gaat perfect met haar. Ja. Ik vind het helemaal goed gaan met haar. Oké, er werd. Woensdag werd er gezegd dat ze mager was. Ze is verdorie aangekomen. Ze was hier al helemaal ingevallen dat we er kregen. En nou hier al. Ze is toch ook lekker bezig te kauwen weer. Nou laat haar lekker gaan.
Ja toch. Degene die zitten te zeuren van dat ze mager is, die zijn niet goed wies. Ja, en dan moeten ze eens maar nagaan hoe het is om een puppy uit het buitenland, uit die armoede troef weg te kunnen krijgen, ja. Dan zijn ze toch mager, dat moet je helemaal weer opplappen. Ze moeten aan het eten hier wennen, nou dat is ook nog 1, 2, 3 niet. Dus ja, dat komt allemaal wel, hè, ja hoor. Komt goed met een beestje, echt wel. Maar ik ga dan mijn koffie drinken die ik hier heb staan. En dan is het gaan met die bananen. Ik zou zeggen, tot later als ik weer terugkom. Dan zullen de boodschappen weer opruimen. Oh ja, er was wat kapot van de kerstlichting. Deze, die deed het niet meer. Er zaten lampjes in. Op een ding wat ook weer vastgemaakt zat daarin. Dus die heb ik eerst losgepeuterd. En dan ben ik al die lampjes aan het lospeuteren. Maar ja, dat moet wel lukken willen. Ja, hier ook. Dat moet er allemaal los, dat gedeelte. Dat zit met tie-ripjes ook allemaal vast. En dan, ja, zo, de rut. Nou ja, en dan haal ik het gedeelte verlengsnoer eraf. Want mijn man die had het zelf verlengd. Omdat het dan bij de stopcontact niet haalde. Ja, nou, en dan ruim ik het op en dan moet ik zien dat ik weer lichtjes erin krijg. Ja, en ook ongeveer op dezelfde manier vast moet maken. En ik ga ze zo meteen even tellen. Misschien dat ik ze vind. En dan, ja, het is nooit ook maar op batterij. Ik weet het anders ook niet. Nee, hoe moet ik het anders doen? Tegenwoordig is het allemaal batterij te roepen. En daar heb ik zo'n bloedhekel aan. Ik heb liever met elektra heien. En ik geloof dat het er 20 lampjes zijn. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, een string van 20 lichtjes. Dus ja, dat moeten we eens even bekijken of ik dat nog vinden kan. En dan komt dat ook weer goed. En ik heb voor het eerst weer oorbellen erin. Want dat durfde ik niet om Rijka, maar ze moet het maar afleren om aan mijn oren te komen. Ze mag graag aan mijn oren komen. Nou, dat kriebelt. Ja, en ik wil graag mijn oorbellen erin hebben. Dus ja, ik ben al eenmaal ook een oorbellenmens. Ja, kan er niks aan doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, ze is lekker druk aan het eten en ik ben net weer thuis met boodschappen. En ja... Ze heeft natuurlijk gehuild en gejankt. Ik heb het allemaal gehoord via mijn camera en ik heb met haar kunnen praten. Ze heeft mij gehoord. Ja, allemaal goed. En ze mocht er net even een stukje papier helemaal kapot halen. En dat vond ze even grandioos. Oeh, mag het niet. Mag ik er niet aankomen? Mag ik er niet aankomen? Doe dat. Heerlijk! Oh, heerlijk! Kijk, dat ze dat met een stukje papier doen, dat maakt niet uit. Bij de postkist toch niet, want ik heb een postmandje. En dat mag ze ook niet doen. Ben je klaar, meisje? Ga ik het weghalen. Kan het gelijk weg, hè? Ja. Lekker puf. Lekker puh, lekker puh. Rijken, lekker puh. Lekker puh. Wat hoor je toch allemaal, hè? Nou, en even lekker erbovenop. Hé, hey, jij nou, hoe moet je weer ruiken met je grote neus? Lijkt je zo groot, hè? Ja, moet me niet. Nee, ik was gelijk bezig even. Ik heb ook nog kerstkaarten trouwens erbij gekocht. Ja, moet ook. Ik zeg lekker niet waar. De prijs heb je al gezien, dus komt goed. Zo. Nou, en dan hebben we een hoop aanbiedingen ook. Zoals dit was in de aanbieding. En dat was in de aanbieding. Dus ja, wat wil een mens nog meer? Kassenbonnen, die bewaar ik.
Dus ja, ik heb natuurlijk ook ergens een bounty. Ja, ik zie hem uit. Daar was die. Nou, lekker bij de koffie. En dat is voor het weekend. Ik ging lekker met weekend op eten. Nou, mijn handschoenen die zitten nog in, brood zit erin. Ik kan geen ruzie meer krijgen met Rebecca, want ik heb het wil niet. Schoonmaakmiddel gehaald. Ja, moest ook. Dus ja, komt allemaal goed. Zij gaat weer verder met eten. Dus ze doet het lekker goed. Ja. Ze begint nou ook droog voer te eten. Eindelijk maar toch. Maar ik heb ook wat lekkers voor. Dat krijg ik pas wanneer ze dat fatsoenlijk voor gegeten heb. Ja, en dat is ook nog puppy voer. Ik denk, ik moet het toch even verrassen, want ik ben trots op haar. Ik weet niet eens waar ik het heb. Zoek, zoek, dat zijn mijn handschoenen. Ik weet niet waar het is. En ze kunnen zo lekker. Ja, ik heb het in laten pakken. Maar ja, in ieder geval, ik ga koffie maken, lieve vrienden. Ben je klaar? Waar ben je? Oh, daar ben je. De vuilnisbak is niet dicht. Zo. Maar het heeft toch niet een mooi. Het is toch een mooi kopje, hè? Het is helemaal zo mooi. Want het zit een schutkleur. Ja, net zoals Gandalf. Ik zie haar in donker niet. Ga je jeuk, meisje? Nou, ze doet het toch goed, mensen, of niet dan? Lekker hoor. Ja, en er werd woensdag gezegd dat ze mager was. Nou, ze was nog magerder dan dat Karin en Roderick haar in de handen gedumpt kregen. En dat ik het kreeg, toen was ze nog ingevallen. Maar het komt helemaal bij. Hé, meisje? Ja, hè, Rijka? Rijka? Ja, ik heb ook jeuk hoor. Ik zal je weer even met een vlooikammetje doen, want de dokter heeft je wel vlooispul gegeven. Ik weet het uit mijn hoofd niet hoe die troep heet, maar... Zo dan. Grote meid, ik ben trots op je. Rijka, vrouwtje is trots op jou. Ja, nou is je baard nat. En dan mag ze graag bij mij lekker in mijn gezicht zitten te sabbelen en te doen. Ik ben blij dat ze op de grond loopt. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag is nog. Ondanks dat het al donker is, want het is nog geen 6 uur. Om 6 uur gaat pas de avond in. En ja, onze Eeuwen die is ook ontzettend lief. Hé, Eeuwen? Ja, hè? Ja! Ja. Hé? Nou ja, en Kandel die zit achter die deur, die is boven. Die wou niet beneden komen, dus ik heb hem geroepen. Geweldig. Ik denk, ik wacht nog even met sluiten. Ik vond het zo leuk. Geweldig. Maar oké, ik zou zeggen, hele smakelijke voortzetting voor jullie eten. En ik zou zeggen, tot later. Was je mooi aan het spelen? Hé? Was je zo mooi aan het spelen dan? Doe maar hoor. Ga maar verder spelen. Hé? Mooi. Die zijn mooi, Boefie. En wat is dit dan?
Ja. Ja. Silke Boef, hè? Ja. Rijke grote Boef, hè? Wat doet de Eeuwin nou? Hé, wat doet de Eeuwin dan? Wat doet ze allemaal? Ja, ze gaat haar eigen wassen. Oh, ga jij dat eens even bekijken allemaal? Hé? Moppadoosie. Kiekeboe. Rijka. Rijka. Je bent een boefie, hè? Of niet dan? Lekker eens spelen. Piep, piep. Zegt de Nijntje, hè? Ja. Piep, piep, zegt Nijntje. Pup, pup, pup. Nee, ja. Nee schudden als het ja is. Een beestje. Nou, en met deze beelden zo op Rijka gericht wens ik jullie allemaal voor straks welterusten, lekker slapen met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen en ik zou zeggen een hele gezegende, liefdevolle derde adventszondag. Dus zeggen en tot morgen. Doei doei.